Stoppen, stoppen, politie! Stop maar hoor, politie! Stop, stop, stop! Ai, stoppen! Ai! Oh, hier komt een geluidsoverlast hier. Yo, yo, kijkers! En welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timothy! En Johnny Boy is er ook bij. Danny is er ook bij. Magnet West is erbij met die kleine. Maar Johnny Boy kon weer niet wachten maar gooien. Wat heb je, maat? Allemaal kabels en een kastje voor omhoog en omlaag. Oh ja, een kastje. Antennekabel, de oude antennekabel, de vlakke kabel. Die de oude mensen wel kennen. Voor de middengolf ook heel veel bekend. En er staat nog een. Oh, een oude. Wat is dat nou? Een lamp of zo? Of is dat niet zo'n praat-ding? Dat is een scheerapparaat. Oh, dat is een scheerapparaat. Oh, nou kijk eens, ik ben ook al gelijk weer lekker vies. Zo, we zijn begonnen, kijkers, met magneetvissen en AXA. Slotverdorie nog aan toe. Oké, lekker man, Wes. Kijk hem aan, vriend. Op een kluis, kijkers. Yes. Heb je een kluis? Ja, op een kluis, een grote kluis ook. Oh, hij is dicht ook. Althans. Ja, we weten niet zeker. Oh, we halen je kruis maar even door, Wes. Dat doen wij wel even hier. Ja, pak hem maar. Maar net zeg je kruis. Let's go. Pak hem. Oké, nu jij. Even kijken. Even overpakken en eroverheen killen. Oh nee, zo kan hij dicht tegen mijn vingers, hallo. Ja, 1, 2... Wacht, joh. 1, 2, gaat lekker? Ja. Lekker man, Wes. Ja, dat is een echte, dat is een vloerkluis of een stortkluis, of niet? Een wandkluis, laat het zo. Een wandkluis. Ja. Vet hè, Raffi? Zeker. Lekker man. Kijk eens, duimpje omhoog man, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Woe. Nee, lekker man. Kun je deze gebruiken? Oh ja, dan kan je hem. Ja. Gebruik jij die even voor de kluismaat? Tik hem even, misschien gaat hij open. Ja. Het scheelt weer timmerwerk. Ja, hij is open. Wow! Lekker man. Hij is een live hammer. En zit er wat in? Ja, slakken. Ja, dat alleen slakken. Ja. Nou, kijk. Het is zo schelpen. Schelpen. Ja. En een dichte schelp zelfs. Hey, challenge. Bij de hoeveel duimpjes omhoog eet je die op dan... Hij is van West, ik hij is van West. Wes? Bij de hoeveel duimpjes omhoog eet je die op, Wes? Nou, wat zullen we zeggen? 15.000? 15.000, oké. 15.000... Nee, 17.000 duimpjes omhoog op deze video. En Wes zal een dichte schelp uit het water op gaan eten. Nou die zijn giftig. Oh, zijn die giftig? Ja, die mag niet. Oh, dan gaan we dat maar niet doen dan. Iris. Ja, ja, neem maar mee. Hier. Bewaar goed voor je vader, ja? Nee. Die moet in het water. Oh, oké. Okay. Goed zo, jongen. Goed zo. Tik hem aan, vriend. Supergoed. Hey, John. Hey. Ja, kluisje eruit. Ja, ik denk, kom even deze kant oplopen. Ja, dat vindt hij altijd wel mooi, hè? Ja. Mooi kluisje, hè? Het ligt er. Dichte schelp. En het is dichte schelp. Gooi hem snel terug, vriend. Lekker jongen. Duimpjes omhoog voor Rafael Xavier Adventures. Gaan we allemaal even volgen. We hebben niks in de kluis. Nee. Zonde. Nee, jammer hè, John. Dat vol moeten zitten. Ja man. Ja, inderdaad. Er zat wel wat in. Dat is een dichte schelp. Een schelp. Oh, magische schelp. Zo, hebben we een kluis, maat? Ja, volgens mij wel. Lekker man. Let's go, kom maar bij. Enge dingen. Duimpje omhoog man voor Wes. Lekker man, maat. Weer een kluis. Kijk, dat is geen kluis. Wow. Oh, maar daar hebben ze wel die kluis op meegenomen. Kom maar dan, op een moment over. Wow. Oké. Lekker mama. Zo. Ik heb geen veiligheidsschoen aan, jongens. Ik wel. Ja, ze willen meisje. 1, 2, ja. Lekker man, een winkelwagen. Ja, kijk uit dat het niet klapt, jongens. Heb je een slotverdorie? Lekker vriend! Eindelijk! Lekker man! Een winkelwagen, ja, daar hebben ze hem wel mee op meegenomen, jongens. Dat is één ding wat zeker is.
Lekker man, dank jullie wel voor het duimpje omhoog man, toppers. 17.000 hè, 17.000 duimpjes omhoog. We gaan best een dichte schelp eten. Dus ik zou zeggen, deel hem even met iedereen. Juist. Want, ja, abonneer en deel hem met iedereen. Oh, zit hij goed? Magnetar, hè? Tim Team voor 10% korting. Beste magneten. Beste magneten, echt. Je ziet het. Ja, ik weet niet. Iemand heeft hem 2 weken geleden aangedraaid. Dus dan zou het goed moeten zitten, toch? Oh, had jij hem aangedraaid? Nee. Wat heb jij nou? Hoe draai jij dat aan dan? Kijk hier. Zo kijkers, gaan we wel lekker, een leuke video toch, tot nu toe, in ieder geval kluis al eruit, wat heb jij allemaal? Maar kijk hoeveel troep John er al uit heb. Oh, op dat hout, wat is dat dan? Waarvoor is dat? Ik heb echt geen idee man, John. Vroeger had ik de roeiboot met die lange spanen eraan, en die zitten daarin. Een roeiboot met lange spanen? Ja, met... Dat is heel oud dit. Ja. Oké, cool. Cameraatje eruit. Oh ja, cameraatje. En actie. Yo, kijkers. Vet man, John. Spacey Kai Pivo. Een mandje. Hè? Nog een beetje kabel. Oude kabeltrekker. Nee, dat ben jij. Oh, dat ben ik. Rafi, lekker man, vriend. Pew, 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 pew. Wat een apparaat. Super dik. Niet met de loopneetoe, hè, vriend. Gefeliciteerd, jongen. Echt gefeliciteerd man, super dik. Ja. Gefeliciteerd. Wat is het hier ervoor? Hier dat een doorloop is, zit hier die veer onderin, is het FN CZ. FN CZ? 70. CZ 70. CZ 70, sorry, geen FN CZ. Nee, geen FN, dat kan niet. CZ 70. CZ 70. Dus, maar ik denk dat het eerder een Tweede Wereldoorlog piew is. Ja, ik denk wel eerst. Is dat CZ-70 Tweede Wereldoorlog? Nee toch? Het is zelfs Tweede Wereldoorlog geweest. Ja, oké. Vet man, Rafi. Ja, zeker. Ik dacht eerst. Hey, Rafi, loop over het water. Zoals je... Zal die het nog doen? Rafi, zal die het nog doen? Probeer te schieten. Ja, misschien zit een magazijn er nog in. Dus we gaan beter niet doen. Dadelijk doet hij het nog. Niet je vinger voor de loop. Ja, goed zo jongen. Ja, heel goed gedaan. Tik hem aan. Zo, nou er vaart net een politieboot langs, zoals jullie al zagen. Ik heb er een hele speciekuip met slot verdorie uit en toen hoorde ik, ai, ai. Johnny boy. Ja, die heb je uit je broek gehaald. Ja. Vorige week hadden we alleen de huls en nu hebben we hem compleet. Oh, vorige keer hadden we alleen de huls. Dit stuk. Oké. Nu heb ik dat stuk erbij. Enge dingen. Ja, dit is een kaboom. Dat is een kaboom, ja. 100%. Kijken naar die huls? Ja, 100%. Enge dingen. Ja, man. Amsterdam, jammer. Die politieboot vaart er nog op de achtergrond, zoals jullie zien. Ja, die doet niks, hoor. Ja, hou je die er zo af? Doe dit nooit na het kijkers. Kijk, die punt. Oh, een messingpunt. Wow. Hey, dat is gevaarlijk hoor. Gooi me zo'n driehoog op de grond, hè? Nee man, dat gaan we niet doen. Dit is echt super gevaarlijk. Wow. Kijk die messingpunt. Wacht even, hou hem zo. Geinig, hè? Kijk die messingpunt. Vorige week trok hij die huls eruit en nu trek ik compleet eruit. Zo, kijk eens. Ja, sta je lekker te magneetvissen, hoor je die Johnny boy weer. Ik heb er weer een. Hij heeft een hand gemaakt, zegt hij nou weer. Danny die kwam er naar me toe, hij zei ik ga even mijn magneet pakken en die trok dit, ja dit is super cool. Kijk die trok kunstwerk eruit van sleutels. Ja, leuk hè? Ja gaaf man maat, dat is echt wel oprecht leuk man. Om dat een beetje schoon te maken weet je niet? Ja precies, even kijken dan, niet te hard, dat is misschien los. Ja leuk man. Een heleboel ouderwetse kastsleutels. Ja leuk, schoon Danny man, bang bang. Altijd wel wat leuks te vinden. Ja, er is in Amsterdam is er zeker altijd wel wat leuks te vinden. Wat heb Johnny Boy er nou weer uit? Oh my days, een handgranaat zegt hij. Hij staat wel op dezelfde plek als de vorige keer in deze aflevering dat we de EOD moesten bellen. Had hij ook een handgranaat natuurlijk. We gaan eens even kijken, we zijn er bijna. Johnny boy! Rafael en Magnet West staan er al bij. Wat heb je? Ik denk of een rookgranaat of een scherfgranaat, zeker waar je het donker doet. Een rookgranaat? Of een scherfgranaat. Oh, wat is dat dan? Huh?
Wat is dit dan? Denk je dat dit een explosief is? Ja. De pin haal je eruit. Ja. Dan gooi je hem weg. Die ring die klapt weg. Ja. En dan explodeert hij of hij geeft heel veel rook. Dus dit is of een rook of een handgranaat of zo? Ja. Nee joh, hè? Laat hem nog eens goed zien. Deze heb ik nog nooit gezien. Hier zie je die pin. Ja. Er zit normaal hier een oogje en die trek je weg. Ja. Dan gooi je hem weg. Dan klapt die ring er vanaf. En dan zie je daar die ontsteking. Die klapt uit elkaar vandaan. En dan is het boom. Ja. Of rook. Of rook. Hier. Zie je die lip zo? Dat hoort hier. Ja, maar bro, kijk hoe vergaan dat al is. Die pin. Ja. Weg hier, weg! Hier en daar zitten twee clips. Die klappen zo uit elkaar vandaan. Dus die ring, die duwt je omhoog. Dan is hij niet meer veilig. Door die ring is hij nog veilig. En die pen die erom zit. En je ziet wel, tot hij hem al weg probeert te duwen. En dan klap je aan elkaar vandaan. Dan gaat die ontsteking. En dan gaat dat uit elkaar vandaan. Heavy. Dus dit is een... Wat voor handgranaat is dit dan uit de oorlog? Ja, weer zo'n een fabrikant, zeg maar, die exclusieve handgranaten maakt. Dus je hebt weer een exclusieve handgranaat eruit, John? Ik denk het wel, ja. Heavy. Ik wil zien hier ook, hè. Het groen gewoon. Want het is weer Johnny van de EOD. Johnny van de EOD. Heavy. Ja, echt heavy. Moet je kijken hoe vergaan dat is. Bro, die pin die gaat bijna tjallas, man. Ja, daarom. Kijk even. Doe dat ding snel terug in het water, man. Ja. Stoppen, stoppen, politie. Stop maar, hoor, politie. Stop, stop, stop. Hoi, stoppen. Hoi. Hou de politie tegen, jongens. Hou die politie tegen. Meneer agent. Mevrouw agent. Heb je even? Goedendag. Oh, hier komt een geluidsoverlast hier. We staan overkant met de magneet tussen. Ja? Ik heb... Er is een pistool uit de hand. Een granaat om af te schieten voor vliegtuigen. En een handgranaat. Dat ligt daar allemaal momenteel? Ja, in de emmer. Oké. Duidelijk. Is er momenteel iemand bij? Nee, daar loop ik naar jullie toe. Oké, helemaal goed. Moeten wij dat even afzetten anders? Jullie, lopen. Ja, laat dit even wat het is. Yeah. Eén momentje. Eerste floor, Koorders, Kosterstraat, de hoogte van nummer 16. Nou, de politie die was hier waarschijnlijk voor een oorzaak geluidsoverlast. Die hebben we aangehouden, zoals jullie zagen. En ja, die lopen nu mee, die gaan het allemaal netjes afzetten. En dan, ja, dan is het wachten op de EOD of de TEF, technische explosieve verkenner. Ja, ik ga helemaal wat corrigeren. De loop is zelfs dicht. In een langgevouwen emmer. Ja, ik. Nee, laat maar. Dit is de gewone. Ja. Kijk zo wel mee hoor. Dit is een speciaaltje. Dit is waarschijnlijk een handgranaat. Of een rookgranaat, dat weet ik niet zeker. Maar het groene is van Defensie. Ja, duidelijk. Laat maar even liggen. Hier. Nog meer. Dat is het vuurwapen. Oké, laat maar liggen, dan. Gaan we het afzetten. Wow. Zo kijk eens, zoals jullie kunnen zien heeft de politie het nu al een stuk beter afgezet dan vorige keer. Dus nu kunnen we waarschijnlijk wat betere beelden schieten. Maar het is nu wachten op de technische explosieve verkenner. Misschien komt forensisch opsporing verzocht. Nee, forensisch opsporing komt hier ook nog even kijken. Wat denk jij, John? Gaat die komen, denk je? Forensisch opsporing? Nee? Nou, en sowieso de explosieve opruimingsdienst gaat komen. Hoi, nou wie zwaaide je nou? Naar de kijker? Of naar de kijkers? Lekker man, lekker man. Hoi. Ja, laat even, zeg eventjes hallo in de comments, man. Dat vinden we leuk. Oh, wat heb je? Plaatje. Het is elke week raak. Ja, als die man hier zo staat, dan is het elke week raak, ja. Dat is John Vleers. Hij heeft ook Insta, daar kun je alles op terugzien. John, die heeft weer de hele woonwijk afgezet. Niet normaal.
Daar krijg je een auto ermee door. Nou, inmiddels is de technische explosieve verkenner te plaatsen, zoals jullie zien. Je zal eventjes goed kijken wat het precies voor explosief is. Jullie zien Johnny Boy daar verderop ook op de achtergrond verder magneetvissen. Ja, die man gaat gewoon door. Op dit moment is hij met een zaklamp erin aan het schijnen, zoals jullie zien. Weet jij wat dat is? Ja, een schaaf. Ja, dat is niet zomaar een schaaf, Johnny Boy. Dit is een handschaaf van Stanley. Hier doen ze deuren mee, armschaven. En dan zou je denken, armschaven? Ja, dat noemen ze zo, armschaven. Het is een houtschaaf. Ik weet dat wel. Want kijk eens, ja, ik ben kabeltrekker, heb ik als beroep. Maar ik heb gestudeerd als timmerman. Ik heb mijn timmermans diploma's. Ik denk dat een houtschaaf is, meer weet ik niet. Ja, maar hey, deze is de plaatsen, maat. En dit is een oude schep. Een oude schep? Ja. Daar kun je mee opscheppen. Ja. En dit is een oude versnellingsbak van de motor. Oude versnellingsbak van de motor, gaaf man. Dit is het deel van de koppelingsplank. Oké, dan neem ik de kijkers snel mee naar de EOD. Kijk eens, de EOD is te plaatsen zoals jullie al zagen. Zo, ondertussen is de explosieve opruimingsdienst bezig, zoals jullie zien. Ze zijn wel heel veel naar die speciale granaat aan het kijken. Ik ben echt super benieuwd. Is het een echte handgranaat of een explosief, om het zo maar te benoemen, of niet? Laat het eventjes weten in de comments wat jullie al denken. Is het een explosief of niet? Let me know in de comments. Compleet gisteren gedaan. Dat is de huls waar de kruiden zitten in het grond. Ja, oké. Dit is een 1.5. Ja, precies. Het zit toch. Hey, Johnny Boy. Ja, oude maat, hè, van die Kalashnikov. Ja. Kom. Nee, dat mag niet. Hoezo mag dat? Dat niet betreden, niet doen. Wat? Zo, kijk eens, de EOD heeft natuurlijk dat explosief meegenomen, maar we waren het helemaal vergeten, de pieuwpieuwtje zit nog in die emmer. Dus daar hebben we de oude bekende, die Kalashnikov ook had meegenomen. Voor de echte trouwe kijker, die herkent die video zeker nog wel. Dus die gaat het pistool meenemen. Abba, weer een afgevoerd. Doei piepiew, doei. Zo, Johnny Boy. Een speciale handgranaat, hé. Nou, wat willen we nog meer? Nou ja, ik heb liever een geldkistje vol met sieraden. Ja, ik maar, ook. Kijk eens even. Ah, nee, die staan omhoog, hoor. Nee. Ja, jawel. Jawel, speciale handgranaat. Hebben ze nog nooit eerder gezien. Maar ze zeiden ook, heel tricky was die. Ja. Hij was heel tricky, want ja, de ontsteker... Je zag die ring, die zag je al een beetje schuin staan. Waardoor dat die ontsteking, Ben, die was een beetje groot, die rond stond. Ja, voor hetzelfde geld klapt hij wel weg. Ja, ja, dan hadden we deze hadden we hier niet meer gestaan. Hadden we wel viral gegaan, hé. Doei, wel. EOD! Doei! Doei! Nou, de EOD is er vandoor, Johnny Boy. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Ik zeg iedereen, kijk, like,
En abonneer. Ja, en abonneren is super belangrijk. Want ik zie uit de statistieken dat 60% die elke week naar mijn video's komt kijken, nog niet is geabonneerd. Ja, misschien heb je wel. En abonneren kost niks. Helemaal gratis. En je krijgt er 2 video's per week voor terug. Ja, dus druk die abonneerknop. En als we genoeg abonnementen hebben, dan gaan we live voortaan. 7 dagen per week magneetvis als het moet. Ja, ja, bij de 100, dat heb ik al beloofd, bij de 100.000 abonnees hier op YouTube, dan gaan we elke dag een magneetvis video gooien. Dus zorg dat we die 100.000 abonnees halen. En dan zie ook de mensen, de English people. All the English people, ja. Yeah. What do you want to say in the English to the English people? I wish you a nice day. Ja. Yeah. And look the video. Look with L-O-E-K or L-O-O-K. Huh? My English is not so bad, not so good. It's bad, very bad. Bad? You want to sleep? Yeah, no. You want to go to bed? The bed. Oh, the bed. The flying bed. Okay. The flying bed. Now, yeah, everybody, that's English. Please subscribe on my channel and put a notification bell on, because then you get a melding on your telephone when I drop a new video. Iedereen super bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie allemaal. En wat zeggen we dan? Jij wil natuurlijk ook afsluiten. Oké, dan gaan we afsluiten. 3, 2, 1. Challos! Gewoon meewerken, hè? Meewerken. Oké. Alleen wil de cliënt nu de toer niet doen. Zo, grote boef op de pak.